heeft vandaag alle mooie games mogen uitproberen. Hij liet mij achter met Sonic Racing, even voor duidelijkheid. Peter, achter ons begint Rage 2. Heb je ook gecheckt? Vertel, hoe was het? Gamersnet is fan van Rage 1. Dat waren niet iedereen was dat. Rage 1 werd best wel, zeg maar, gevarieerd beoordeeld en had ook een best wel kleine schare fans. Verkocht niet zoals het had moeten doen. Dus we hadden ook eigenlijk lang niet verwacht dat een Rage 2 zou komen. Wij zijn trouwens op de box art van Rage 1. Mocht je die hoes thuis hebben, check even gamersnet.nl. We staan erop, want we waren echt fan. Hoe blij waren we dat Rage 2 kwam? En hoe blij ben ik dat ik die game heb mogen spelen? Het is echt zulke knotsgekke actie. Bulletstorm. Bulletstorm. Ken je hem nog? Bulletstorm is een Activision game, of EA game van een aantal jaar geleden. Enorm ondergewaardeerd. Daar was het de bedoeling om mensen op zo'n bizar mogelijke manier kapot te schieten. En daar kreeg je dan punten voor. Dat is waar het aan doet denken. Dit is dus letterlijk mensen kapot schieten om ze op zo'n gek mogelijke manier. Dat is het eigenlijk. Ik bedoel, je wordt in een wereld gedropt die post-apocalyptisch is. Het verhaal van Rage 1 al leek heel erg op Fallout. Post-apocalyptisch, wat is er over aan mensheid? En wat er dan over is aan mensheid, dat maakt elkaar kapot. Jij bent een soort ranger. Jij bent een van de laatste die een beetje het goed wil doen op de wereld. En je moet dus vechten tegen heel veel gangs. En die gangs zijn knotsgek. En je ziet aan alles dat deze game is gemaakt door id Software, de van Doom onder andere. Zo schiet het heel erg. Dus heel veel bloed, heel veel ledematen. Heel veel bloed en ledematen. En Avalanche Studios, die we kennen van Mad Max en van Just Cause. Knotsgekke actie. Het is echt bizar. En ja, je krijgt gewoon heel veel tools in je handen om dat allemaal te mogen doen. En wat voor tools kun je dan allemaal gebruiken, Peter? Want ik ben er wel benieuwd. Wat was hetgene waarvan jij zei, hier wil ik mensen mee doodmaken? Ja, nou, eigenlijk met alles. Ten eerste heb je gewoon je wapens uit. Wapentuig schiet heerlijk weg. Het is de IT engine, hè. IT van IT Software. Dat ziet er fantastisch uit, heerlijk. Je wingstick is terug. Ja, voor de mensen die Rage 1 hebben gespeeld, die weten wat een wingstick is. Wingstick is, het is een boemerang van messen. En dat is echt bizar. Je hebt tegenstanders met verschillende bepanseringen. Als ze een helm op hebben en je gooit die wingstick, dan blijft die wingstick zo langs iemands hoofd draaien totdat die helm eraf is en daarna kun je hem neerschieten. Maar als je die wingstick gooit naar iemand die geen helm op heeft, nou, dan blijft hij even draaien en dan is gewoon echt je hoofd eraf. En hoppa, daar gaat weer een hoofd. En hoppa, daar gaat weer een arm. En you get an arm. En you get a leg. Het is echt heel erg vet. Wat je ook hebt is van die nanoride upgrades. Dat is eigenlijk je superpowers en dat. Je hebt een dash en je kan een soort van ground pounden dat je mensen om je heen kapot kan schieten. En dat, die combinatie van die, er gooit eens een wingstick, dan schiet je weer iemand, dan gebruik je zo'n kracht, dan gooi je een granaat. Die combinatie zorgt voor zo'n ledematenfest. En het ziet er zo vet en kleurrijk uit, hè? Al die gangs, het zijn allemaal van die punkers met van die gekleurde haren en gekke teksten en zo. Ik word daar heel erg blij van. Ja, je wil gewoon graag punks vermoorden. Ja, nou ja, ik weet niet of de PG-rating er al doorheen is, maar dat wordt een 18+, joh. Dat kan ik je wel vertellen. Nee, het is knotsrijke actie. En dan komt er straks een open wereld met voertuigen. Hebben we allemaal nog niet gespeeld. Wij hebben alleen de schietactie meegemaakt. Op een gegeven moment, dat is super vet. Op een gegeven moment sta ik bovenaan een trap. En vanaf die trap komen echt tientallen van die gasten aan. Dus wat doe ik? Ik pak mijn shotgun en ik hou ze tegen. Zo lang mogelijk hou ze tegen, gooi een wingstick, zodat ik ze een granaat naar ze toe kan gooien, dat ze op elkaar zijn. Ik loop een stukje terug, ik zie niet meer waar zij staan, maar ik sta boven het gangpad en ik zie in één keer één grote explosie met allemaal armen en benen en hoofden en rompen. Gewoon boven die trap gaat uitkomen. Het is zo bevredigend om te doen. Het is gewoon een leuke shooter. En weet je, Call of Duty en Battlefield en zelfs PUBG, weet je, het is allemaal zo serieus en dat snap ik allemaal wel. En ik snap ook dat dat voor pro-gamers heel leuk is, maar dit is zoveel fun, weet je. Net als Wolfenstein, dat is ook zo'n leuke shooter, weet je. Je hebt het gewoon van begin tot eind heel erg naar je zin met Rage 2. En hij komt pas in de lente van 2019. Ik vind het heel vet dat we hem nu hebben kunnen spelen. Heel erg tof van Walmart dat ze hem hebben aangekondigd. Best known for their low prices and ability to keep a secret. Ja, we moeten gewoon echt nog heel lang wachten. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd naar die voertuigen, naar de open wereld, hoe het verhaal zich ontwikkelt, hoeveel powers je krijgt, of de wingstick, of je straks 3 wingsticks kan gooien. Ja, want het kan zo gek als wil. Weet je op welke platformen die uit gaat komen? Ja, hij komt op PC, Xbox One en PlayStation 4. Ja, dus als je een van die drie als je Switch hebt, dan heb je wel een probleem, maar dan kan je het spel niet spelen. Of misschien wordt hij daarvoor nog aangekondigd, ik weet het niet. Maar echt, het is echt Rage 2. Ik ben heel erg onder de indruk. Ik vind het echt, nou ja, onder de indruk. Het is gewoon een leuke shooter. Heel veel zin in. Laatste vraag. Oh, en mensen, koop die game, hè? Want Rage 1 was ook heel vet, maar die kocht niemand. Dus nou niet gaan zeggen, jee, hij komt er dan niet kopen. Jij wil gewoon weer op de box afkomen, of niet? Nee, ik wil niet meer op de box afkomen. Ik wil dat er ook een Rage 3 komt. En ik wil dat Avalanche Studios beloond wordt voor hun knotsgekke werk hier. Ik vind het echt waar. Kortom, kort samengevat. Rage 2 is echt een heel toffe, knotsgekke game met heel veel ledematen. Daar hebben jullie het. Oké, Peter, laatste vraag. Je hebt een wingstick, een boemerang met messen. Je gooit hem. Hoe vang je hem weer? Weet je,
klinkt allemaal heel onrealistisch. Ja, is waar. Sorry, kut game. Ik snap niet waarom ze dit uitbrengen. Het is belachelijk, het kan helemaal niet. Op de boxart, hoe vang je zo'n wingstick? Ja. Gamersnet. Gamersnet.nl, would not buy.